Er was nog een ander opmerkelijk moment in het debat deze week. Geert Wilders die ging vol op het orgel, want die had erg veel kritiek op een adviseur van de VVD. Kijk even mee. Mevrouw de voorzitter, waar haalt de minister-president het gore lef vandaan om mij over een telefoontje aan te spreken, terwijl hij, zijn partij, een terrorist in dienst heeft die mij inderdaad onder de groene zoden wilde krijgen. Die is gearresteerd met een mitrailleur in haar auto. Geert Wilders haalt opnieuw deze vrouw erbij, Soumaya Sala. Ze was lid van de Hofstadgroep en werd veroordeeld voor verboden wapenbezit en deelname aan een terroristische organisatie. Volgens de website van de VVD leidt ze voor de partij gesprekken over terrorisme en radicalisering. Ik sprak deze week een hoop mensen die dit niet begrijpen. Weet u, ik heb hier ook een ongemakkelijk gevoel bij. Mm-hmm. En ik zit hier ook best wel mee in mijn maag. Want wij hebben als partij stevige standpunten over terrorisme en hoe je met terroristen of veroordeelde terroristen moet omgaan. En als dan zo'n debat gaande is, dan geeft mij dat een ongemakkelijk gevoel. Ik vind het wel belangrijk, ook hier twee feiten. Ze is niet in dienst bij de fractie, heeft dus ook geen kamerpas, dus kan niet vrijelijk te pas en te onpas die kamer inlopen. Maar ik zei al, een ongemakkelijk gevoel. Dus ik vind dat wij hier over na moeten denken en dat doen we dus ook. Wat betekent dat? Mag ik dat vragen, Rick? Natuurlijk. Ik begrijp dat de partij top ook hier helemaal niet zo blij mee was. Met de aanwezigheid van Soumaya Sala bij via Frits Bolkestein in de VVD. Nou, ik schets u eigenlijk wat ik het gevoel wat ik erbij heb. Ik vind het ongemakkelijk en ik vind dus ook dat wij hierover na moeten denken en dat doen we ook. En wat betekent dat, erover nadenken? Ja, hoe ga je hiermee om? Want ik schets dat ongemakkelijke en je kan er op een hele rechtsstatelijke manier naar kijken. Hè? Veroordeeld, straf uitgezeten, punt. En toch houden wij iets ongemakkelijks en dan vind ik het dus ook onze verantwoordelijkheid om hierover na te denken. Maar dat maar ook wel dus op een soort makkelijk dat via Frits Bolkestein, partijicoon, zo iemand die partijen wordt geloodst kennelijk. Nou, dat vind je dan ongemakkelijk. En dat is, daarom vind ik ook dat we daar goed over na moeten denken. Wat is exact dat ongemakkelijk? Ik schetste één punt. Je kan er heel rechtsstatelijk naar kijken. Maar dan nog blijven er ongemakkelijke gevoelens. Ik schetste al de relatie met de standpunten die wij hebben. Wij zijn daarover in gesprek en denken daarover na. Gaat u haar vragen om zich terug te trekken in de adviespositie die ze nu bekleedt? Weet u, ik begrijp al die vragen. Maar ik vind ook dat wij dat we dit goed en zorgvuldig moeten doen. Dus dat doen we ook. Daar goed over na moeten denken. Maar ik kan niet anders. Ik wil het gewoon heel erg benadrukken. Dat ik zit hiermee in mijn maag. Mm-hmm. Dit is een dilemma. Dilemma's moet je ook soms even tijd geven om tot toch een zeker goed antwoord. Dus mijn laatste vraag dan daarover. Per wanneer denkt u dat we daar meer over gaan horen van u? Dat durf ik u niet te zeggen.